Zie je ook veel langs de kant van de weg staan, van die borden. Met van die teksten erop van de Verenigde Verkeersveiligheidsorganisaties. Over hoe die willen dat je je gedraagt in het verkeer. Hè? En ik word onhebbelijk als het niet rijmt. Weet je, want dat is mijn terrein. Ik verzin geen verkeersregels. Maar als je niet rijmen kan, laat het dan. Want als het niet rijmt, hou ik me er ook niet aan. Oh, ik leek als die trant. Ik bedoel niet als het niet rijmt, maar dan moet het ook niet proberen te rijmen. Ja, als het gewoon proza is, vind ik het niet erg. Als ik zie staan, houd 2 seconden afstand, heb ik geen problemen mee. Want dat pretendeert ook niet te rijmen. En 2 seconden hou ik het wel vol. Maar als het rijmt, dan moet het rijmen. En dan vind ik het ook niet erg. 80 is prachtig, dat rijmt gewoon. Maar ik ben best bereid even 80 te rijden tot ik het bord voorbij ben. Of rij alcoholvrij, dat is dan een slecht voorbeeld. Vaart minderen, spaart kinderen. Daar is niks op aan te merken. En dan spaar ik ze ook allemaal. Zo ben ik ook wel weer, maar ik bedoel zo'n mislukt kreupelrijmpje als 30 is prettig. Prettig rijmt helemaal niet op 30. Dat denken ze alleen maar. Weet je, dan denk ik, ben je bedonderd, ik rij gewoon 110. Ik word ook kwaad als ze op de verkeerde lettergreep rijmen, die niet beklemtoond is. Weinig afstand, erg riskant. Ik ga meteen kleven. Romige erwtensoep stond op het blik. Aanbieding 2,35. Is hier de erwtensoep romig, dacht ik. Hoe is de roomsoep dan? Ertig. Dus je kan wel rijmen op 30. Zit dat dan langs de kant van de weg? Het is een stuk veiliger. Snoeker is een prachtig spel. Welke zijn er altijd leken die me zullen tegenspreken? Zulke mensen zijn er wel. Maar die zeg ik ook gedag, want ik ben geen ruziezoeker. Wat een ander over snoeker ook voor mening hebben mag. Maar voor wie het spel beheerst, ligt de situatie anders. Zeker als je tegenstander snoeker spelen voor het eerst. Nu was ik dus zelf bevriend met een jongen die kon scoren. En die onderhand zijn sporen met dat spel al had verdiend. En die heeft me meegevoerd, samen met een aantal meiden, naar zo'n snoekertent in Leiden. Ergens op de Hoge Woerd. En al viel het mij niet mee, potte ik in al die framepjes, ondanks enkele probleempjes, toch nog gauw een bal of 2. Ik was eigenlijk al blij als ik überhaupt iets raakte. Ik verheugde en vermaakte en ik amuseerde mij. Toen ik 6-0 achterstond, fluisterde een jonge dame dat ze mij de meest bekwame van het snoekercentrum vond. Had ik toen maar doorgehad dat hier sprake was van liefde. Want ze had niet objectief de gang van zaken ingeschat. Maar ik wist niet hoe dat kwam. Jammer dat ik in die dagen zulke essentiële vragen niet wat serieuzer nam. En in plaats van deze kans die het meisje bood met beide handen aan te grijpen, wijdde ik me aan mijn pomerans. Dit gaat niet van uw eigen tijd af, hoor. Ik schrap gewoon wat nummers.